Ik heb het ooit zelf geschreven en samen met Mieke wel, maar ik heb die rol gecreëerd voor mezelf en ik doe dat al jaren in het theater. Voor mezelf dingen maken die ik kan spelen. En op die manier ben ik nu in een dragende filmrol terechtgekomen. Mijn eigen toneelvoorstelling, mijn kindje eigenlijk, dat ik zelf bedacht heb. En mijn personage dat ik zelf bedacht heb, omdat ik het zo graag zou willen spelen. En dan de mens met wie ik het meest heb gewerkt op film, en die vraagt mij dan een keer opnieuw. Niet alleen als speler, maar ook gewoon omdat hij dat goed vindt. En dat is iets dat is zeldzaam. En ik weet gewoon dat. En mijn midlife crisis behelst natuurlijk wel dat ik dan denk van het beste is voorbij en al de rest is uitbol. En het maatschappelijk, wat ik maatschappelijk gedaan heb met het Schalabelle project is gewoon super ook. En die energie ga ik ook nooit meer opbrengen. Dus wat moet ik nu nog verzinnen om mijn leven, om een beetje uitdaging in mijn professionele leven te brengen, wat toch zeer belangrijk is voor mij. Dat professioneel, dat dat lukt en dat ik daar trots op kan zijn. Maar natuurlijk ben er weer een beetje aan het uitkomen. En dan weet ik ook wel, het zal misschien niet hetzelfde zijn, maar het zal er misschien anders zijn. En alle clichés die je zelf dan wijs maakt. Maar je moet daar eerlijk in zijn, dat is gewoon zo. Nee, ik ga geen rare dingen doen. Ik ga ook niet zoeken om zo heel speciale dingen te doen, alleen maar om zelf uit te dagen. Integendeel, ik ga gewoon proberen om een nieuw verhaal te vinden ergens dat ik absoluut wil vertellen en waar ik even van bezeten ben en zo. Maar ik betwijfel of dat nog een keer 5 jaar van mijn leven banjo gaan leren spelen en gitaar en mandoline en al die boeken lezen en ik weet niet of dat werk nog ga doen. Ik ga het op een andere manier doen. Ik zal het wel vinden. Op een gegeven moment vind ik wel weer mijn draai. Ik zal het u laten weten. Misschien ben ik gewoon rijd met een taxi binnen 5 jaar kan. Hè. En misschien heb ik daar gewoon ongelooflijk mijn draai gevonden. Maar we zullen wel zien. Ander en beter. Maar ik moet eerlijk zijn. Dit is gewoon uniek. En het is gewoon fantastisch ook. Gewoon. Dus, ik weet het, kan mij al niet echt schelen wat de mensen. Ik zou het zo graag hebben dat mensen gaan kijken en dat ze het goed vinden. Maar zo recensies en zo. En ik weet gewoon, ik ben gewoon super content. En ben heel erg trots en heel erg blij. En meer moet dat niet zijn.